Het is alweer een tijdje geleden dat ik dit heb gedaan. En daarom ga ik het nu weer een keertje spelen, want ik heb het wel gemist. En welk blokje gaan wij dan zijn? Bookshelf. Oeh, daar zijn we level 6 mee. Wow, dat was ik al gewoon weer vergeten. Ik hoop dat jullie er heel erg veel zin in hebben. Want het is dus tijd voor een gloednieuwe hide and seek. Ik zou zeggen, doe alvast een blauw duimpje omhoog als je blij bent dat ik weer dit een keertje ga spelen. En dan gaan wij knallen. Dan gaan wij proberen om iedereen gewoon helemaal voor de gek te houden. En oeh, dat doet hij goed daar. Oh, ik dacht als hij daar nou blijft staan, dan ga ik er weer bovenop. En zo doen we dan teamwork, maar helaas. Oh, wacht. Is dat geen goeie of kan ik daar net niet tussen komen? Oeh, dit vind ik wel een hele goeie. Wat jullie? Is dit een goede spot? Kunnen ze me hier vinden? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we hier wel ver mee kunnen komen. Hoppa, vuurwerk. Bam. Wow, dat laat echt veel shitzooi achter dat vuurwerk. Holy moly. Dames en heren, vergeet niet allemaal, ondanks de hittegolf een beetje voorbij is. Het komt er wel weer aan volgende week. Vergeet niet... Oké, niks aan de hand. Vergeet niet veel water te drinken, want dat is echt heel erg belangrijk. Ik bedoel... Ze zeggen natuurlijk wel... Elke keer als het heel erg heet is van oh, water drinken. Maar eigenlijk moet je gewoon het hele jaar door veel water drinken. Want dat is gewoon alleen gewoon misschien ietsjes extra als het heel erg warm is. Omdat je dan heel veel water nodig bent. Zo, we zijn bij 4 minuten. Dus is 1 minuut voorbij. En er zijn nog maar 13 verstoppers en al 7 zoekers. Dus het gaat niet helemaal de goede kant op. Maar hey, daarom doe ik mee. Om gewoon even lekker een potje te winnen voor de verstoppers. Ik vind namelijk... Of misschien niet. Oh, oké. Wij gaan gewoon lekker zoeken. Ja, dat is eigenlijk veel leuker zoeken. Dat is gewoon veel leuker. Nee, dat ging niet helemaal zoals gepland. Misschien moet ik ook wel even een beetje inkomen. Kom op, laat mij zoeken. Oké, daar gaan we. Oh, ik zie daar eentje. Hoppakee. Oh, hier ook. Zo. Hoppa! hier zie ik ook eentje. Zo, dit gaat goed, hé mensen. Moet eens kijken hoe goed het gaat. Oh, ik zie hem hier zo zitten. Ik ga hem wel even helpen. Oh, hij is al dood. Hoppakee. Nou, er zijn er nog maar 4. Oh, dit gaat snel, joh. Ik vind ze wel heel erg snel. Oké, hier kan ik niet langs. Oké, wat zijn er nog over? Er is nog 1 over. Ja, dat was te mooi om waar te zijn. Oh, ja, zo daar al helemaal. Als je daar kan stoppen, dan ben je echt een baas. Oké, en een pompoenhoofd. Pompoenhoofd, ja, die kan gewoon hier heel random in het midden staan. Dat is best wel een goeie eigenlijk, die pompoen. Maar dit is hem blijkbaar niet. Ik vind het nog steeds jammer dat je zo vaak kan slaan. Dat is eigenlijk wel een beetje te veel. Maar goed. Oeh, dit is ook een goede stopplek. Maar ja, al die goeie... Ja, soms heb je geen goede stopplek nodig, hè. Soms moet je gewoon een beetje op een opvallende plek. Oh, kijk. Hoppakee. Boom! Dat was de laatste. Oh, ho, ho. 50 punten. Omdat ik heb gewonnen als seeker. Ben ik dan ook bovenaan? Wat is dit? Top hider, top seeker bij kills? Oh, nee. Ik had 3 kills. Maar ik stond er net niet bij, helaas. Oh. Nou, ik heb het wel goed gedaan, vind ik. Hier, laten we meteen in deze gaan. Die is meteen vol. Kunnen we meteen een blokje gaan kiezen. Oh, we kunnen ook gewoon... Nou weet je, we doen gewoon foto 6. Dan kiezen we gewoon een random map. En dan gaan we... Oeh. Deze bookshelf. Oh, we gaan voor de plantenbak. We gaan lekker voor de bloempot. Hi Michelle. Hallo. Oh, ik heb chat uitstaan. Oh shit. Options. Chat settings. Oh. Te laat. Nou, laat me zitten dan. Oh, ik ben gewoon een chickie. Ik ben gewoon een chickie, holy shit. Oké, waar gaan we eens eventjes heen hier zo? Ja, als ik hier zo in het midden ga, is wel te opvallend, toch? Ja, dat is wel een beetje te. Het moet ook weer niet te zijn, maar ook weer niet te goed. Want gewoon hier aan de zijkant. Gewoon hier zo. Gewoon hierop. Ja, waarom niet? Dat verwachten mensen niet. Kijk, gewoon hier zo. Hoppakee. Ik ben heel erg benieuwd of dit gaat werken. Denken jullie dat dit gaat werken? Ik zie nog zoveel mensen bewegen. Oh my god. Wow, was die nou daar verstopt? Huh? Volgens mij is die serieus verstopt die daar zit. Oh mijn god. Dat zou wel echt super sick zijn. Dan heeft dit in ieder geval goed voor elkaar. Oké, er zijn nu al 2 verstoppers. Eentje daar en eentje daar. Ik ga heel even kijken wanneer ik deze kan doen. 8 punten. Dan doe ik liever even... Oh, er is hier eentje.
1, 2. Nu kan die wel. Zo, klaar. Oh, je ziet al die particles natuurlijk nog wel heel even een tijdje. Daarom krijgen er natuurlijk gewoon 8 experience points voor. Oké, level 5 bloempot. Wat is jullie hoogste level? Want ik weet zeker dat er wel een aantal mensen zijn die hier op deze server spelen. Dus wat is jullie hoogste level met... Wanneer krijg ik mijn zwaard? Wanneer krijg ik mijn zwaard? Ik wil mijn zwaard. Ik wil mijn freaking zwaard. Oh, er zijn nu al 7 seekers. Wat gaat het snel? Oh yes, ik heb mijn zwaard. Oké, misschien kan ik het dan nog even volhouden als ik ga terugslaan. Ja, ik wil daar helemaal in het hoekje zitten. Maar weet je wat het is? Daar... Waarom hou ik mijn adem in? Oh mijn god. Oh mijn god, deze plek. Oh yeah. Oké, ik moet nog niet te blij zijn. Er zijn nog 3,5 minuten, staat nog op de klok. Dus ze zijn nog geen eens op de helft. Maar hey, mijn bloempot is bijna level 6. Ik hoop niet dat als ik level 6 word, dat hij in één keer een geluidje gaat maken. Zo'n trilling. En dat dan iedereen weet dat je level up bent. En dat ze weten waar je zit. Dat zou... Dat geluidje bedoel ik dus. Maar hey, level 6 bloempot. Ik ben helemaal blij. Oh, ik krijg echt veel XP erbij, joh. 28 alweer. Ik krijg voor elke 10... Wow, alweer 28. Wow, ik krijg gewoon voor elke 10 seconden krijg je XP erbij of zo. Dan gaat het wel hard. Oh, shit. Ik ben gezien. Ah, shit. Balen. Hij sloeg ook precies mij, hè. Niet die andere bloempot, maar precies. Hey, heb je Michelle weer? Hallo Michelle. Hoe is het met jou? Ik ga op avontuur. Doei. Oké, daar gaan we. Oké, we gaan heel even checken of deze hierboven nou aan het verstoppen is of niet. Nee, dat is dus niet aan het verstoppen. Maar daar kan je dus wel komen, volgens mij. Ja, als hier iemand gaat staan, dan kan je zo daar opkomen. Dat zou echt... Oh, wacht. Je kan natuurlijk ook gewoon vanaf de zijkant... Kijk, ik ga het even aan jullie laten zien. Ik kan natuurlijk ook gewoon hier opspringen. En dan kan je gewoon zo. Wow, dan kan je gewoon hier. En dan... Oh my god, stel voor je kan daar komen. Oh my god. Dat ga ik proberen. Als dat zo is, hè. En even kijken, hoe heet deze map? What is the name of this map? Waar zie je dat staan? Even kijken. Als het goed is hier ergens. Oh, ik weet niet wat... Oh, Cruise. Cruise is het geworden. Ja, cruise. Oké, deze map heet cruise. We zijn op een cruise, op een boot blijkbaar. Dus als we nou dit doen en dan... Oh, als je daar kan komen namelijk, dan ben je echt een baas hoor. Oh, er is nog 1 hider en dat is een bloempot. Wow, die doet het goed. Oh, ik was ook een bloempot, maar hij is blijkbaar de betere bloempot. Oh, dit was echt heel slecht. Kom op Enzo. Jij kan het. Jij kan het maken. Daar ga je. 1, 2. Oh! Oh my god. Deze plek. Holy shit. Oké, dit wordt gewoon de plek. Dat wordt gewoon de plek, dames en heren. Ik wil eigenlijk dit stukje geen eens online zetten, omdat die plek gewoon zo goed is. Nee, ik gun het jullie hoor. Ik bedoel, als je in de map cruise zit, ga dan daar zo. Je kan daar blijkbaar nog verder springen. Want je kan vanaf daar, kan je nog daar komen en dan daar. En als je dan helemaal in die hoek gaat zitten daar zo, dan ben je echt een held. Maar laat ik je wel even meehelpen met zoeken. En hopelijk kan ik dan straks de map aanklikken, cruise. Dan weet ik in ieder geval waar ik mezelf ga verstoppen. Oh ja, het is een bloempot, hè. Moeten we wel op een bloempot gaan slaan en zo niet op een beacon. You have gained full durability. Oké, nou hier stond ik naast, dus dat is hem niet. Staat hij niet heel typisch hierachter? Nee, hè. Nee, dat zou het zijn. Oh, we hebben hem gevonden. Ik weet niet waar, maar we hebben hem gevonden. Super nice. Wow, Breeder, die heeft 7 kills, hé. Holy moly. Doet hij echt nice. You're a cool person. Cool people need cool mounts. Grab your next ride and speed around herbs. Wow. Klinkt spectaculair. Oh, we gaan meteen weer in deze. Ben ik op tijd? Yes. Oké, nice. Vote. Ah, hij staat er niet bij. Shit, dan gaan we weer naar de hub. Ik wil hem gewoon spelen. Ik wil gewoon een keertje dat proberen, dat plekje. Oké, deze zit weer bijna vol. Oké, kom op. Vote 3. Yes, 3 votes. Hoppakee, wordt het hem? Yes, de map cruise has won. Oké, dan gaan we een flower pot. Of kunnen er dan misschien een andere zijn? Misschien een beacon? Ja, want een bloempot valt misschien te veel op. Denk je niet? Of... Nee, we doen gewoon een bloempot. Juist omdat het zo klein is. Nee, we doen toch een beacon. Ik denk dat een beacon namelijk meer thuis hoort in deze map.
Oké, we moeten even snel daarheen. Oké, daar is het. Oh my god. Oh, als dit lukt... Het moet wel, want het is meestal net ook gelukt. Maar het is wel moeilijk. Oh, ik heb een hele coole skin trouwens. Hele coole smiley. Oké. Dit is nu anders. Wat? Oh, ik sta aan de hele andere kant. Oh shit, nee. Oh, nee, ik had daar moeten zijn. Oh shit, ik ging helemaal aan de andere kant. 3, 2, 1. Oh nee, nu komt hij al. No. Oké, ik hoop dat hij nog heel veel bezig is. Meestal wel op het begin. En dat hij niet hierheen komt. Oké, ik ga het nu doen. Oh my god, nee, shit. Ik ga sowieso net zo lang door totdat ik hem heb. Oh, er komt hier iemand omhoog. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Heel even weg jij. Zo, dankjewel. Oké. Oké, er komt hier weer iemand omhoog. Dus ga ik naar beneden. Oké, en dan... Ah, shit, het is echt moeilijk. Oh, ik ben level up. Ik ben level up gegaan. Oh, er zit hier iemand. Shit. Oh, ik maak mezelf zo moeilijk. Oké, 1, 2. Oh, nee! Kom op, Enzo. Dit is stress, jongens. Oh, er gaat al iemand weer omhoog hier. Ik hoop niet dat hij me heeft gezien. Ja! Ja! Ik zit er! Ik zit er! Ik blijf gewoon hier zitten. Oh mijn god, hij heeft mij gezien. Hij heeft mij gezien. Nee. Heeft hij mij gezien of niet? Als hij me niet heeft gezien... Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Die Flyer Ace, die moeten we goed in de gaten houden. Volgens mij zag hij wat ik had gedaan. Kunnen ze mij vanaf hieronder hitten trouwens? Oh my god. Oh my god. Oh, volgens mij... Oh mijn god, die Flyer Ace. Die zat te springen hier zo. Volgens mij kunnen ze mij hitten. Als ze vanaf dat trappetje zo springen hierheen... Dan kunnen ze mij volgens mij hitten. Oh kijk, hij zit daar te hitten. Oeh, korrel man. Oh, dit is nog even spannend. We zijn nog geen eens op de helft. Er zijn nog maar 6 hiders. Ik heb serieus het gevoel dat ik de laatste verstopper zou zijn. Ik denk echt dat dit de gouden plek is in deze map. Oh. Dit is prachtig. Ik durf ook niks af te laten gaan. Geen vuurwerk, geen schapen. Geen creepergeluiden. Helemaal niks. Ik ga gewoon naar level 5. Deze ronde. Ik ga gewoon naar level 5, mensen. Oh my god. Ik heb ook zo'n leuke smiley. Hello, I'm the Joker. Ik lijk wel een beetje op de Joker. Wow. Dat is wel een hele erge close-up. Heeft nog steeds niemand mij door? Nee, nog steeds heeft niemand mij door. Je verwacht dit gewoon niet. Je verwacht deze plek gewoon niet. Oh my god, hij is zo verdomd goed. Echt zo verdomd goed. Oh, hello. 1, 2. Oké, genoeg gespeeld. Oké, we gaan gewoon even lekker rustig wachten. Nog 2 minuutjes. Er zijn nog 2 verstoppers. En ik ben er 1 van. Oh. Als ik win, krijg ik zoveel puntjes. Nog 2, precies 2 minuutjes. Oh. De hele tijd die hartslag. Hè? Zit hier naast de span of zo? Of... Zit er de hele tijd iemand onder mij? Oh, jij, Alm 59. Goed zo, ga maar weg. Er zit iemand boven mij. Breeder. Oh, die had de vorige keer 7 kills, hè? Hopelijk gaat hij mij niet vinden. De hele tijd staat hij hier boven. Daardoor gaat de hele tijd die hartslag. Het is zo vervelend. Het is zo zenuwslopend. Oh, kijk, Alm has left. Alm die dag, weet je, we gaan hem nooit vinden. Oh, ik heet Pixelamar. Breeder, ga nou eens weg. Want mijn hartslag. Mijn hartslag, mion. Oh, ze lopen allemaal onder me door. Hoe geniaal is dit? Maar je ziet, kijk, je ziet hier dus die beacon staan. Ik denk serieus dat ik het goed heb gedaan door zo'n beacon te nemen. Want je ziet hier dus een beacon. En als het goed is, daar zie je nog een beacon. En dan zie je hier een beacon. En dan heb je zoiets van, ja, dat hoort gewoon bij de map. Daar kan je gewoon niet komen. Nog minder dan een minuut. Ik ben niet de enige verstopper als laatst. En ik begrijp niet zo goed waarom ik geen XP meer erbij krijg. Dat vind ik wel een beetje vreemd. 162, daar blijf ik een beetje op hangen. Maar ik ga niet bewegen, ik ga geen risico's nemen. Ik vind het wel mooi geweest. Oeh, hij ging heel even springen. Ik dacht, wat ga je daar doen? 30 seconden over.
Wat doen ze allemaal? Waarom gaan ze hier allemaal springen? Wat ga jij doen? Oh mijn god, dit is nog wel even spannend. Nog 20 seconden. Oh, oh, ze hebben daar iemand gevonden. Ik ben de laatste over. Wat zei ik? Ik ben de laatste over. 172 XP heb ik nu. Nog minder dan 10 seconden. Ja hoor. Ik ga ook niet laten weten waar ik ben. Ik heb gewonnen. Ik ben de baas van Hide and Seek, mensen. Oh, 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 oh. Wat een prachtige plek. Oh, geweldig dit. Echt geweldig. Dames en heren, beter dan dit gaat het gewoon niet worden. Beter dan dit gaat het echt niet worden. Ik zweer het je. Dit was gewoon geweldig. Perfect. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem tof. Doe dan een blauw duimpje omhoog als je meer Hide & Seek wilt doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden om op de hoogte te blijven van de dikste video's. En dan check ik jullie morgen hopelijk bij een gloednieuwe survival om 7 uur. Geniet nog van het weekend, zover het nog weekend is. En peace!